Professionals, ja, precies. Maar wij hebben wel een top 5 aan kerstliedjes die wij willen delen. Ja. Wat is jouw nummer 5? Ja, we beginnen bij 5. We hebben allebei losse gemaakt. Ja, 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 ik heb niks te maken met die van jou. Doei. Misschien ga ik er wel eens bij krijgen dat ik het er niet in heb gezet. Maar dan heb jij het gedaan, dus dan hebben we 10 verschillende. Oké, je ging echt zo van aanval naar. Oh wel. Op nummer 5 heb ik Christmas Lights van Coldplay. Oké. Ja, die ken ik wel. Ik moet zeggen, dat vaak met liedjes weet ik beter hoe het klinkt dan dat, hoe de titel en de artiest heten. Christmas Lights. Nee, ik heb ook nu 6 van de liedjes in. Nou ja, ik weet het wel. Ja, het is een beetje zo. Ja, ja, het is gewoon Coldplay. Je hoort, ja, dat gelijk wel. Ja. Nou ja, Coldplay is gewoon iets wat bij ons in de familie altijd wel gedraaid wordt. Mm-hmm. En het kerstliedje is dan toch wel een van de betere. Leuk. Ja. Nice. Mijn 5e liedje is een klassieker, maar in een nieuw jasje. Met een nieuw iemand erbij. Namelijk All I Want for Christmas. Met Mariah Carey en Justin Bieber. Nou, nieuw. Nou ja, wel een nieuw jasje. Dit nummer kwam, ik heb het net opgezocht. Het komt uit 2011, zeg maar. Niet origineel, maar dat, de nieuwe versie. Het is bijna 10 jaar geleden. Ja. Dus dat is niet meer nieuw. Want je snapt toch niet de baard in je keel gehad, in een denk nieuw ik jasje. Oh, van toen? Ja. Oké, okay, dat nieuwe jasje is inmiddels ook al een beetje stoffig. Ja, okay. dat wel. Maar ik dacht, ja, dit moet erin. Maar dan wel op een andere manier dan Mariah Carey alleen. Want dat, ja. Ja, we weten het allemaal, hè? Ja. Dat vond ik gewoon heel leuk en daar heb ik vroeger heel veel naar geluisterd. Dus op naar 4. Ja. Dat is er nog steeds, ook in de zomer. Hij staat gewoon bij Most Played bij Spotify. Nee. Nee. Oh. Sorry. Dat geeft niet. Nummer 4! Oh. Oh, dat is een liedje van Kelly Clarkson. Die heeft altijd wel, nou, of het zijn ballads of het zijn een beetje leuke liedjes. Nou, dat is die dus. Dat is Underneath the Tree. Je kent hem wel, we hebben hem al een paar keer geluisterd. Ja, precies, vandaag. Precies, maar... Underneath the Tree! Oh, ja. Ja, nee, ik herken ze allemaal wel, maar het komt weer terug op het feit dat ik gewoon link met, ik zie de titel gewoon nooit, weet je wel. Ik kijk niet in de Spotify van, oh, hoe heet deze? Maar ik ken het wel en ik vind het ook wel een leuk nummer, ja. Oké, okay, gelukkig. En ook zo'n oldschool artiest is dat een beetje. Dat is een van de weinige artiesten die jong begonnen is. Ja. Gewoon normaal, normaal. Normaal gebleven. Ja, ja. Dat is waar. Mijn nummer 4 is Jingle Bells Rock, maar dan eigenlijk specifiek de Mean Girls versie. Want ik bedoel, dat is echt geen kerstfilm. Maar als het nummer komt in die film, denk ik echt, oh ja, love it. En hoe fout het gaat en dat iedereen dan mee gaat zingen, ja. Ik weet niet. En dan die radio in die smoel van die guy. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon grappig. En ja, als ik het Jingle Bells Rock hoor, dan moet ik aan die scène denken. Dus okay, dat is voor mij een soort van link. Een beetje gek misschien. Dat is helemaal niet gek, dat kan gewoon. Ik heb die film 1 keer gezien in mijn leven en dat was heel lang geleden. Dus ik heb geen idee meer. Oeh, she disappointed. Wauw. Nou, sorry. Ja, okay. Het was gewoon weer iets wat iedereen keek en dacht ik, nou, doen. Ja, dat begrijp ik wel heel goed, ja. Maar soms moet je gewoon meegaan. Ja. Want dan kun je mezelf met dingen meepraten, zoals radio zien in guys. Ja, maar gewoon alleen dat vind ik wel gewoon leuk, als ik dat zo hoor. Ja. Nummer 3. Nummer 3 is bij mij Being Alone at Christmas van Miss Montreal. Wacht, ik vind dat nummer helemaal niet leuk. Nee? Ik zat dat helemaal mee te zingen, maar in mijn hoofd dat heb. Ja, ja. Ja, de tekst is natuurlijk een beetje zielig eigenlijk, maar het is wel zo'n lekker amazing scheurnummer. Ja, oké, ik moet zeggen dat het misschien wel een beetje een... Ja, misschien? Nee, dat is niet guilty. Misschien voor mij. Hoezo? Omdat ik haar niet per se helemaal leuk vind. Oh, dat is heftig. Ja, ik weet niet. Gewoon Nederlands. Maar nee, maar ze zegt toch niet Nederlands meer? Nee,
dat is waar. Ik ga het nummer wel helemaal meezingen, dus het is ook niet helemaal eerlijk. Maar hij staat op, volgens mij is het eerste album. Ja, en ik weet al, mijn vader had volgens mij een keertje een liedje van haar op zijn iPod staan. Zo'n oude iPod waar je zo lekker met je vinger dat het zo trilde als je het zo aan deed. En die ging altijd mee op vakantie en daar stond dan muziek op. En volgens mij had hij ook toen dat album. En dat was net uit of zo. En toen hebben we dat heel vaak geluisterd. En sindsdien ben ik echt hooked op Miss Montreal. Oh, maar dat is niet dat kerstnummer waar het nu over gaat. Jawel, die staat volgens mij op het eerste album. Zo oud. Jawel, dat is best wel oud al, maar het is niet al heel lang een hit. Nee, voor mijn gevoel vorig jaar. Nee, dat is sowieso niet. Oh. Ja, 2010, eerste album. Mijn nummer 3 is een echte klassieker van Wham. Last Christmas. Gewoon omdat hij erin moet eigenlijk, toch? Ja. Dat is echt het kerstliedje na Mariah Carey. Als jij niet leuk vindt, weet je wel, dan is dat het nummer. Doe maar even zingen. Nee. Ja, dat ga ik dus niet doen. Volgens mij zijn die stil aan de steek. Die zijn altijd al stuk geweest. Last Christmas. You can't give me my heart. Dat is ook heel depressing. The very next day you gave it away. Ja, yeah, ja. Yeah. And this year, to save from tears. I'll give it to someone special. Special. Nummer 2! Mijn tweede liedje is eigenlijk best gek dat hij bij mij zo hoog staat. Ja. Nou, oké, de artiest Demi Lovato, nou, dat vind ik sowieso wel leuk. Het is niet Frozen, by the way. Oh. maar het is I'll Be Home for Christmas. Die heeft zij voor Spotify Christmas Sessions. Ja. Heeft ze die opgenomen. Mm-hmm. Maar het is dus heel jazzy-achtig. Oh, en vet. Nou ja, meestal alles wat jazzy heeft, dan denk ik, ga weg. Maar bij deze, ik hoorde het en ik dacht, ik zat ook in de auto, in het donker terug, met oortjes in, terwijl de regen over de haven. Oh ja, filmpjes in. Ja, en dan zo'n jazzliedje, dat was wel heel tof. Leuk. Ja. Leuk. Mijn nummer 2 is verrassend weer uit een film. Oeps. Oh, ik dacht weer Justin Bieber. Nou, misschien komt hij nog. Het is uit Pitch Perfect. En dan hebben we Anna Kendrick, oftewel in de film, hoe heet zij? Nou, weet ik niet, maakt niet uit. Doet zij samen met Snoop Dogg een soort van remix van twee kerstliedjes. Namelijk Winter Wonderland en Here Comes Santa Claus, Here Comes Santa Claus. Boom, boom, da, da, da. En dan hoor je af en toe Snoop Dogg er doorheen rappen en haar een paar leuke vocal dingetjes doen. Ik vind het gewoon heel erg relaxed nummer en je hebt gelijk 2 in 1. Nummer 1! Mijn nummer 1 is Santa Tell Me van Ariana Grande. Oeh. Ja, dat is toch zo. Tell me. Dat gaat veel te hoog van mij. Ik vind het heel hard te doen, maar dat gaat niet meer. Nou ja, maar als dus niemand er is en de reclame staan, dan gaat het niet. Hard, maar het gaat niet. Het kan wel, klinkt niet. Het is gewoon, dan is het gewoon lekker. Kijk, dit is gewoon een nummer dat je heel hard, heel vals, lekker kan meezingen. Mm-hmm. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. En als je kan zingen, hoeft het natuurlijk niet vals, maar diegene heb ik niet meegekregen. Ik ook niet. Helaas. Maar goed, dat is wel een leuke, ja. Het is wel ook inmiddels wel ook een klassieker. Ja, het is ook in onze generatie. Tijdje oud. Het is ook wel weer een tijdje oud. Je hebt ook al een tijdje oud. Nee, oud als in uit. Als in op zijn. Oh ja. Mijn nummer 1 staat wederom Justin Bieber, maar dit keer met een eigen gemaakt nummer. Oh, pre of before baardje? Oh nee, pre. Oh, oké. Ja, daarna heeft hij geen kerstdienst meer gemaakt. Nee. Hij heeft één keer een kerstalbum uitgebracht en dat heb ik wel echt grijs gedraaid. Because I am a Justin Bieber fan. Ja. Maar het gaat dus om mistletoe. Ik weet alleen even niet hoe het gaat nu. De mistletoe, love you so, Nee, dat heb ik zelf bedacht, dat laatste. Nou ja, dat liedje dus, zoek het zelf maar even op. Het gaat erom dat hij eigenlijk kerst wordt te vieren met zijn familie, met zijn folks, zegt hij. En dan zegt hij, maar ik ben eigenlijk onder de mistletoe met jou de hele tijd. Met die Want hij wil even lekker bekken met haar. Ja. En we lekker zo. Als je het zo vertelt, klinkt het helemaal niet zo aantrekkelijk meer. Maar goed. Ja, dat is wel wat hij zingt. Ja. Op zijn 12-jarige leeftijd. Heb jij nou nog een leuke kerstliedje wat je met ons wilt delen? Stuur ons via Instagram even een berichtje. En ben je het überhaupt eens met onze kerstliedjes top 5? Laat het ons ook even weten via Instagram of in de comments.
Oh, maar ik heb helemaal geen oorbellen in nu. Kunnen we het opnieuw doen? We maken morgen wel even zelf oorbellen. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, kerst natuurlijk. Oké. Okay. Let's go. Zelfde tijd, zelfde kanaal. Zelfde tijd. Nou, in ieder geval tot morgen. Hè? Tot morgen. Doei. Doei. Nou. Like even de video alsjeblieft. Subscribe op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, dat is lastig. Ja, precies. Ja. En volg ons vooral op Instagram, want... Daar zijn we super actief. Daar kun je ons gewoon bereiken. En als je dan op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe dingetjes, dan moet je daar weer zitten. Zeker. En we gaan je heel veel vragen stellen deze maand. Heel veel dingetjes waarin je mee kan doen. Lekker interactief. Oh, love it. Ja, let's go. Doei. Oh. Tot morgen. Oh ja. Tot morgen.